Vandaag staat er iets leuks op de planning, want we gaan namelijk naar de IKEA. Niet voor iets specifieks, maar ik vind het gewoon leuk om daar naartoe te gaan, rond te kijken, inspiratie op te doen. En wie weet komen we wel met nieuwe spulletjes thuis. Dus ik neem mijn camera mee en we zien wel wat voor leuke dingen we tegenkomen. Ik zei net tegen Rits, mooie lampen. Niet dat wij hem toevallig in huis hebben. Maar ik moet zeggen dat ik deze lamp ook wel wat vind hebben. Het is dat we al een vloerlamp, staanlamp hebben. Anders was dit ook wel leuk geweest. We zijn trouwens nog op zoek naar een fauteuil die in de woonkamer komt te staan. Alleen de zoektocht hiernaar is nog best wel lastig. Heel veel modellen zijn wel leuk, alleen ze zitten dan niet heel erg lekker of ja, zijn ze niet volledig naar wens. Dus de zoektocht gaat verder en hopelijk vinden we binnenkort een stoel waar we wel enthousiast van worden. En naast de fauteuil zijn we ook op zoek naar een nieuwe bureaustoel. Dus hier gingen we wat stoelen uitproberen. We willen sowieso een beige stoel, want dat past het beste bij ons interieur. Alleen we twijfelen nog over het model. Dus hier gaan we nog even over nadenken voordat we deze aankoop gaan doen. En natuurlijk moet het altijd bij de IKEA gegeten worden, dus dat doen we dan ook. Dit is mijn go-to bestelling. Balletjes met aardappelpuree. En Rits heeft deze keer een kipburger met patat. We zijn weer thuis. Ik zal zo alle aankopen laten zien, maar ik moet zeggen dat we ons redelijk hebben ingehouden. Of nou ja, we hadden eigenlijk niet zoveel nodig. Het was meer dat we gewoon eventjes een middagje erop uit wilden gaan, rond wilden kijken, inspiratie wilden opdoen. We hebben het in ieder geval naar ons zin gehad en ik zag heel veel leuks. Ook een aantal items waar we even over gaan nadenken en wellicht in de toekomst gaan aanschaffen, zoals een bureaustoel. Misschien een nieuwe kast, maar dat is iets voor later. Maar ik ga even onze nieuwe aankoop laten zien. Als eerst een deurmat. We hebben echt al letterlijk sinds kerst onze kerstdeurmat liggen. Dus het wordt tijd voor een andere. Dus we hebben deze. Dan heb ik hier twee kussenslopen. We hebben op bed twee van zulke soort kussens. Alleen, ik ben een beetje uitgekeken op deze slopen. Dus voor de verandering heb ik deze twee. En ik was eerst even aan het twijfelen of ik twee dezelfde wilde. Of twee verschillende. Maar ik vond deze twee samen ook wel heel erg leuk matchen. Dus vandaar dat ik voor deze combinatie heb gekozen. Dan een zout en peper set. Onze huidige set was toen aan vervanging. En we wisten niet zo goed wat voor set we wilden. En we zagen deze. Deze kan ermee door. Het was maar een tientje. Ik vind ze eigenlijk nog best wel heel erg leuk. Dus hier komt zout in. En hier peper. Dan hebben we hier onderzetters voor je borden. Maar ik dacht, misschien is het ook wel leuk om dit als mini prikbord te gebruiken. Een soort van kleine DIY. Alleen ik heb geen punaises. Dus die moet ik eerst eventjes ergens ook nog halen. En dan kan ik hier een soort van leuk decoratie element mee maken. Dus dit. En dan onze laatste aankoop. Niet heel boeiend, maar wel heel erg handig. Dat zijn deze zakjes, opbergzakjes, diepvrieszakken. En dat waren al onze IKEA aankopen.